Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Er ligt veel bewolking boven Nederland en er komt vanuit het zuidwesten ook nog wel bewolking aan. Die wolken zijn zo dik dat er van tijd tot tijd regen uitvalt en de meeste regen richt zich op het westen en midden van het land. Vanochtend temperaturen van een graad of 16, vanmiddag komt daar wel iets bij, maar de kop van Noord-Holland blijft het kwik steken bij zo'n 18 graden. In dieper landinwaarts, met name in het zuidoosten, zou het misschien nog 21 graden kunnen worden. Er blijft kans op wat regen, maar in de loop van de middag in het westen misschien ook een klein beetje zon. Die opklaringen breiden zich vanavond over de rest van het land uit. Dan wordt het ook een tijdje lang op veel plaatsen droog bij graad of 17 op de thermometers. In de nacht ook een droge periode, maar later opnieuw wat regen, en met die regen hebben we ook morgen een groot deel van de dag te maken. Weinig ruimte voor de zon, af en toe wat regen, maar wel minder grote hoeveelheden dan vandaag en de temperatuur die een graadje wint 19 tot 22 graden. Zaterdag een frisse dag met 17 graden, meer ruimte voor de zon, maar ook kans op een enkele bui. En ook zondag zal het niet droog zijn, maar schijnt de zon van tijd tot tijd, dan wint de temperatuur weer een graadje. Ik ben Marco Verhoef van weerblaza.nl.